Mijn naam is Jeroen de Vos, ik ben media-antropoloog, als onderzoeker betrokken bij Setup. En samen met Stephen Kearney, dat is een filmmaker, hebben we gekeken naar social media platformen en de relatie die we met deze platformen aangaan aan de hand van het idee van relatietherapie. Ja, wat is mis met jou, joh? What's not to like? Ik word hier gewoon heel onzeker van. Wat doe jij nou? Reageren? Ja, gelijk reageren, gelijk reageren. We hebben relatietherapie gebruikt als metafoor. En dus een therapie waarbij je eigenlijk zowel de gebruiker als het platform in die relatie kunt onderzoeken. En in zo'n therapiesessie eigenlijk ook de relatie tussen de gebruiker en het platform kunt bevragen. Waarbij ze ook echt daadwerkelijk allebei een rol spelen. Nou, er zijn eigenlijk veel verschillende redenen waarom je dit ook op deze manier zou willen onderzoeken. Dus ook met gebruik van artistiek onderzoek. Maar in de basis kun je, de basis komt erop neer dat je eigenlijk, je wil niet de schuld bij de een of de ander leggen. Dus je wil wel echt zeggen van, in zo'n relatie zit je er met z'n tweeën in. Dus zowel de gebruiker als het platform zit erin. Dat is een beetje geven en nemen, dus het is ook een beetje schipperen. Dus je wil eigenlijk weg van dat idee van Silicon Valley helemaal als de bad guy, of je wil weg van de gebruiker die voortdurend onhandig is. En je wil eigenlijk samen op zoek gaan naar hoe kunnen we die relatie nou het beste werkbaar maken. En vandaar het idee van de relatietherapie. Als media-antropoloog ben ik natuurlijk zelf meer bekwaam in kwalitatief onderzoek. Dus wat ik ook in het kader van dit traject heb gedaan, is ik ben met mensen in gesprek gegaan. Van joh, als je nadenkt over jouw relatie met sociale media, hoe ziet die eruit? En als je ook expliciet nadenkt over hoe je je verhoudt tot sociale media platformen als een relatie, tot wat voor soort gesprekken kom je dan? Dus hoe spreken mensen over die relatie? En gebeurt het ook wel eens dat zo'n relatie minder goed loopt? Of gebeurt het ook wel eens dat zo'n relatie uitgaat? Hè? Dus het is heel leuk om zo'n raamwerk te gebruiken om vervolgens ook met mensen dat gesprek aan te gaan. Om te kijken hoe zij vertellen over hoe ze dat ervaren, die relatie met het platform. Je hebt dan eigenlijk kwalitatieve inzichten. Dus je hebt echt verhalen en ook mensen die zelf al bepaalde woorden gebruiken. Om platformen te beschrijven en om hun relatie met platformen te beschrijven. Dus ook, hoe gaat zo'n platform met zo'n gebruiker om? Dat krijg je opeens in een soort diepte-inzichten, krijg je dat beter in beeld. En dat is echt de basis geweest om ook een karakterschets te maken van zo'n platform. Is zo'n platform manipulatief of grillig of juist heel vriendelijk? Hoe ziet dat eruit, dat gedrag? En hoe kun je dat ook vatten in een soort menselijk perspectief? Het is fijn om dat platform ook als persoon aan tafel te hebben. Dan kun je andere soort vragen stellen. Je krijgt hele leuke vragen. Dus als een platform onderdeel zou zijn van je vriendengroep, wat voor iemand zou dat dan zijn? Of als het onderdeel is van je familie, wie is dat dan? Is dat dan je irritante oom? Is dat je roddelende buurvrouw? Dat waren ontzettend leuke gesprekken om met mensen te doen, omdat je ook echt zag dat het hen triggerde. En dat ze dan ook meekwamen in dat creatieve proces. En dat, dat heeft echt bijgedragen aan de ontwikkeling van die karakterdossiers. Op een gegeven moment hadden we al die data verzameld en hadden we wel wat aardige ideeën, maar we wilden toch die karakterschetsen nog iets verder aanscherpen, nog iets verder uitwerken. Wat voor soort persoon heb ik hier nou tegenover me als ik in gesprek ben of in therapie ben met een Twitter of met een Facebook? En een van de toch wel ludieke aanvullende stukjes onderzoek die we toen hebben gedaan, is we hebben een persoonlijkheidstest gepakt. En we hebben die persoonlijkheidstest, er zijn veel bekende persoonlijkheidstests die veel worden gebruikt, die hebben we ingevuld alsof we het platform in kwestie waren. Dus we hebben de Myers-Briggs-test ingevuld alsof we Facebook waren. En dat was een ontzettend leuke oefening om ook te kijken van wat voor soort persoonlijkheid profiel komt daar volgens uit en welke sterke en welke zwakke kanten worden er volgens bij dat profiel beschreven. En dat gaf echt een mooi ingangspunt om die karakterschetsen verder uit te werken in de uiteindelijke scenario's. Ik denk een van de belangrijke dingen die naar voren kwamen in die interviews
is ook dat verschillende mensen een verschillende relatie hebben tot de verschillende platformen. We hebben eigenlijk gekeken naar verschillende leeftijden van mensen met wie we in gesprek zijn geweest. En ook de platformen die voor hen het belangrijkst zijn geweest. Hè. Dus je zag dat zijn voor een klas van twee groepen VMBO'ers hebben we gesproken over TikTok. Dat was ontzettend leuk om te doen. Hoe lopen? Is dat iets voor jou? Je mond houden, is dat iets voor jou? Ja, dit voelt niet als een gezond gesprek. No shit. Maar je ziet dat de manier waarop zij TikTok beschrijven, dat ging heel erg over... TikTok is erg belangrijk in hun leven. Maar ze hadden het ook over het woord toxic. Dus er zat ook een soort... Ja, er zat ook een soort spanning in die relatie. Je merkt dat het erg belangrijk voor hen is, maar ook dat ze misschien nog niet helemaal het idee hebben van, nou, hoe krijg ik nou zelf grip op dat platform? Hoe krijg ik zelf grip op die relatie? Dus dat in die relatie is het platform in feite vrij dominant. Tegenover als je... He, dus wat ik uit die, en dit is allemaal in feite allemaal anekdotisch, wat ik uit die gesprekken ook proefde met de iets oudere categorie, dus de 20 tot 25 die meer op Instagram zitten, is dat die zijn al veel geëmancipeerder. Dus die zijn al veel mediawijzer en die hebben al veel meer een idee van, hey, hoe zit ik in die relatie? En welke instrumenten heb ik om die relatie ook zelf te beïnvloeden? En dus om die relatie beter vorm te geven op een manier dat die voor mij ook gezond is. Dus ik zag daar die weerbaarheid veel sterker aanwezig. Ja, ik weet niet, er mist gewoon iets. Een soort van connectie of een verbinding met de rest van de wereld. Dat doe jij, hè? Jij kiest ervoor om Claudia's reis naar Bali te volgen. Of de Fit Girls die hun leggings aanprijzen. Celebs met hun merken. Je vrienden die bij de way hele toffe dingen aan het doen zijn. Dat doe jij. Ik help alleen maar een beetje. Dan heb je een groep nog iets ouder van de young professionals. Die ook op Twitter actief zijn. En dan zie je van die gebruiken Twitter ook als onderdeel van hun professionele communicatie. Dus het publieke gezicht. Heel belangrijk. Dat is de ene kant. En de andere kant is ook het kleine plezier in de rants die ook op Twitter bestaan. He, dus dat ook wel iets leuks heeft om daar aan deel te nemen of dat te zien wat er gebeurt. Naast het feit dat je natuurlijk ook voortdurend updates krijgt van die platform. Dat ook een soort nieuwsmedium on steroids is wat je gewoon ziet. Oh, Johan. Ja. Dit komt net binnen. Er is een regeerakkoord. Nou, zo, nu al. Ja. Meer geld naar onderwijs, maar bezuiniging op de zorg. Bezuiniging op zorg, dat is allemaal gestoord geworden. Ja. Holy shit. Dus dat is die categorie. En in feite de oudere categorie, dus zeg 50 of 50 plus, die meer op Facebook zitten. Dat die zich eigenlijk niet zo heel bewust zijn van de invloed die zo'n platform eigenlijk op hen heeft. Van, hè, dit is inderdaad een relatie waarin ik ook word beïnvloed door Facebook. En ook vrij weinig kritisch daarin stond. Dus qua mediawijsheid was daar echt nog wel een hoop te winnen. In ieder geval in de mensen die ik heb gesproken. Ik heb je data verkocht, je advertenties voorgeschoteld. Ik heb je in contact gebracht met allerlei gespreksgroepen waar je nog steeds in zit. Aha. Is dat erg? Dit zijn natuurlijk, hè, dus eigenlijk is het, wat je meeneemt uit die gesprekken is dat het beginpunt van, hey, hoe zijn die mensen nou op de bank gekomen voor die relatietherapie? Hoe zijn ze nou gekomen? Dat is echt voor de verschillende platformen en de gebruikers die daarbij horen heel verschillend. Dus dat was echt een belangrijk inzicht. Leuke vraag. Dit is natuurlijk... Dat het landschap van platformen en social media platformen die voor ons belangrijk zijn, zijn natuurlijk voortdurend aan verandering onderhevig. Dus er komen ook steeds nieuwe platformen bij. En de relatie die we tot deze platformen hebben, die wisselt ook gewoon door de tijd heen. Dus het is ook belangrijk om dat te blijven onderzoeken en dat te blijven agenderen.